Welkom bij de podcastserie Direct Geleerd Duidelijk Gedaan. Leuk dat je luistert. Deze serie van Gebruiker Centraal bevat de tien hoofdstukken uit het gelijknamige boek Direct Geleerd Duidelijk Gedaan, maar dan Ingesproken. Tien hoofdstukken met de belangrijkste lessen uit vijftig webinars Direct Duidelijk Toer. Zet jij je in voor betere communicatie en dienstverlening vanuit de overheid? Dan is deze serie gemaakt voor jou. Je gaat nu luisteren naar een hoofdstuk over afbeeldingen, foto's, illustraties, iconen en infographics. Kortom, het gebruik van beeld in communicatie. Gebruik de kracht van beeld. Iedereen kent wel het gezegde, een beeld zegt meer dan duizend woorden. Het betekent dat een goede foto of afbeelding je verhaal sterker kan maken. Maar het zegt tegelijkertijd hoe belangrijk het is om een passend beeld te kiezen. Wees je daarom altijd bewust van het belang en het effect van beeld in je communicatie. Foto's en afbeeldingen activeren een deel van je brein dat je met woorden niet helemaal kunt bereiken. Maar beeld is meer dan alleen een tekeningetje bij een tekst, vertelt Paul Schilp, consultant en partner van Informatiedesignbureau Clarify. Het gaat erom dat je in een duidelijk beeld ingewikkelde informatie verpakt. Dit goed doen is echt een kunst. Berry van der Vorst, senior adviseur visuele communicatie bij het beeldcentrum Rijksoverheid, vult aan mensen begrijpen een beeld dat je hersenen binnenkomt sneller dan een heleboel letters achter elkaar. We noemen dit ook wel het neurologisch effect van beeld. Paul vult aan. Gelukkig snappen steeds meer mensen dat het slim is om met beeld te werken. Ook als het gaat om teksten die zijn bedoeld voor volwassenen. Beeldkompas helpt. Maar wat voor type beeld past er dan precies bij je teksten? Kies je voor een icoon of voor een illustratie of tekening? Ga je voor een foto of laat je een infographic maken? Het enige juiste antwoord is: dat ligt eraan. De website beeldkompas.nl van de Rijksoverheid helpt mensen die bij de overheid werken om beter en bewuster beeld bij hun teksten te plaatsen. Op de website vind je allerlei voorbeelden, cursussen en hulpmiddelen om het juiste beeld te kiezen bij jouw tekst of boodschap. De middelenkiezer. Veel mensen hebben bij het kiezen van beeld al meteen een oplossing of middel in gedachten, vertelt Berry. Zonder dat zij eerst nadenken over het doel en het effect van dit beeldmiddel. Ze zeggen bijvoorbeeld, ik wil een video. Als we dan vragen waarom, is hun antwoord, nou ja, gewoon, ik wil een video. De middelenkiezer is daar hopelijk een oplossing voor. De middelenkiezer is een van de hulpmiddelen op de website beeldkompas.nl. De middelenkiezer stelt je tien eenvoudige vragen. Die vragen gaan onder andere over je planning... Je budget, het type informatie, het communicatiekanaal, je doelgroep en de doelstelling. Binnen vijf minuten krijg je een voorstel voor het beeldmiddel dat het best bij jouw situatie past. Berry zegt: Na het beantwoorden van de vragen houd je de meest geschikte beeldmiddelen over. De resultaten bovenaan passen het best bij jouw uitdaging en de resultaten onderaan het minst. Wil je meer informatie over een beeldmiddel? Dan kun je erop doorklikken voor een pagina met uitleg. Als je bijvoorbeeld doorklikt op beeldmateriaal illustratie, geeft Beeldkompas je meteen informatie over wat illustraties zijn, in welke situaties je ze gebruikt, hoe je ze kunt inkopen, waarvoor een illustratie geschikt is, etc. Zo bieden we in Beeldkompas veel handigheidjes aan. Die geven mensen snel de informatie waaraan ze op dat moment behoefte hebben. Iconen of foto's? Stel, bij jouw boodschap passen zowel iconen als foto's. Voor welk type beeld kies je dan? Een test kan je het antwoord geven. Esmeralda Marsman is procesmanager innovatie bij de gemeente Rotterdam. Zij ontwikkelde en testte beeldbrieven. Beeldbrieven zijn brieven met een korte, duidelijke tekst en ondersteunend beeld. Met haar team testte Esmeralda brieven voor mensen die een paspoort moesten aanvragen. Ze wilden weten wat beter werkt. Een brief waarbij de tekst wordt ondersteund met iconen of met foto's. Uit deze tekst bleek dat mensen een voorkeur hebben voor brieven met foto's als ondersteunend beeldmateriaal. Het is wel belangrijk dat je eenvoudige foto's gebruikt, legt Esmeralda uit. Want met een beeldbrief vraag je de lezer om iets te doen, om een actie te ondernemen. En die actie laat je dan zien met een foto. De boodschap in onze beeldbrief luidde uw paspoort of identiteitsbewijs verloopt. Wilt u contact met ons opnemen? Dit kan telefonisch of digitaal. Hier zochten wij twee foto's bij, een foto van een digitale actie en een foto van een telefonische actie. Wil je meer weten over het gebruik van beeldbrieven? Kijk dan op www.beeldbank.gebruikercentraal.nl. Op deze pagina staan twee foto's uit beeldbrief Paspoort aanvragen met als bron beeldbank.gebruikercentraal.nl. Esmeralda legt uit: Op de twee voorbeelden zie je foto's van de digitale actie. Bij de stokfoto's kwamen we de eerste foto tegen: een man aan een tafel achter een laptop. Die hebben we getest bij mensen uit de doelgroep van de brief. Uit hun feedback bleek dat zij werden afgeleid door alle informatie op de foto, waardoor de foto meer vragen opriep dan hielp. Stockfoto's zijn vaak driedimensionaal, hierdoor zie je diepte. Op de tweede foto hebben wij, samen met de grafisch ontwerper, een iconografische foto van de digitale actie gemaakt. Deze foto is platter, oftewel tweedimensionaal en heel kaal, net als een icoon. De lezer wordt nu niet afgeleid en ziet meteen waar het om gaat. Al dus Esmeralda. Het beste van twee werelden, dus. Iconografische foto's. Zo hoef je niet te kiezen en maak je van een foto een actiegericht, ruisvrij beeld dat neigt naar een icoon. Vier tips voor het gebruik van iconen. Zijn iconografische foto's niet haalbaar, maar wil je wel iconen gebruiken? Deze vier tips kunnen je helpen. Tip 1. Kies kleuren die passen bij het gewenste gedrag. Kleuren doen veel mensen aan dezelfde dingen denken. Gebruik een rode kleur als je wilt uitbeelden dat iets niet mag. Gebruik je meerdere kleuren? Zorg dan dat ze voor kleurenblinden goed te onderscheiden zijn. Tip 2. De boodschap is belangrijker dan de huisstijl. Probeer niet ten koste van de boodschap de huisstijl te laten terugkomen in je iconen. De kans is groot dat de boodschap hierdoor niet goed overkomt. Tip 3. Schakel een specialist in om iconen te maken. Iconen ontwerpen is een specialisme. Een professioneel ontwerper weet waarop hij moet letten en kan je advies geven. Geen budget voor een specialist? Plaats liever een goede tekst dan een slecht te begrijpen icoon. Tip 4. Houd rekening met culturele verschillen. Niet iedereen denkt bij een icoon aan hetzelfde. Neem het symbool van een grafzerk voor een overlijden. Mensen uit culturen waarin begraven ongebruikelijk is, verbinden een grafzerk niet snel aan een overlijden. Verhelderende infographics. Een ander type beeld dat kan helpen om je boodschap te verhelderen is de infographic. Dit is een afbeelding waarin tekst en plaatjes samen op een eenvoudige manier de informatie uitbeelden. Een infographic is een goede keuze als je ingewikkelde informatie wilt overbrengen. Maak je een infographic gemakkelijk zelf of kun je dit beter uitbesteden? Dat hangt af van wat je op technisch vlak met je infographic wilt doen, antwoordt Hans Westerbeek, maker van interactieve visualisaties en infographics. Voor een goede infographic maakt het niet echt uit welke software of tools je gebruikt. Natuurlijk, als je handig bent met bijvoorbeeld Adobe Illustrator, Canva. Tableau of Power BI kun je zelf mooie dingen maken, maar het gaat vooral om je keuzes. Welke informatie laat ik zien en op welke manier? En welke kleuren en vormen kies ik? Een professional kan je helpen bij het maken van deze keuzes. Als jouw infographic voor een groter publiek is bedoeld, wil je je beeld waarschijnlijk in een mooiere vorm gieten. Hans legt uit. Naar een aantrekkelijk beeld kijken mensen nu eenmaal sneller. Voor dat mooier maken hebben de meeste mensen een professional nodig. Digitaal toegankelijke infographics zijn technischer om te maken, dan wordt het echt specialistisch werk. Infographic Direct Duidelijk Tour Het projectteam van de Direct Duidelijk Tour maakte begin juni 2021 zelf een infographic. Het doel was om te laten zien hoeveel mensen tot dat moment naar de Direct Duidelijk Tour hadden gekeken. Beschrijving Infographic uit de Direct Duidelijk Toer. Een jaar van webinars in cijfers. Bron Direct Duidelijk Toer. Totaal aantal kijkers: 23.162. De Infographic bevat staafdiagrammen met het aantal kijkers per aflevering. De staven die de kijkers weergeven zijn verdeeld in twee delen. De kijkers die live aanwezig waren en kijkers die de aflevering later terugkeken. Gemiddeld zijn er 244 kijkers live aanwezig geweest bij de afleveringen en keken 831 mensen de afleveringen terug. De verticale as geeft het aantal kijkers weer beginnend op 0, oplopend in stappen van 500 en eindigend op 2500. Op de horizontale as staan de afleveringen genummerd die zijn uitgezonden in het jaar 2020 en 2021 van het jaar 2020 ontbreken aflevering 4 en 8. Aflevering 4 en 8 waren workshops met minder deelnemers en zonder opname. Aflevering 13 is afgebroken wegens technische problemen en herhaalt in aflevering 15. Bij een aantal afleveringen staat het onderwerp aangegeven. Zo ging aflevering 1 uit 2020 over crisiscommunicatie. Bij aflevering 10 en 11 van 2021 staan geen staven, maar wordt een datum genoemd. Helemaal rechts op de horizontale as staan nog twee speciale afleveringen. Het gaat om een mini college van André Verburg en om een ode van Dirk Otte. Op de website van de Direct Duidelijk Tour zijn vrijwel alle afleveringen terug te kijken en kun je je aanmelden voor de webinars die nog komen. Kijk hiervoor op directduidelijk.gebruikercentraal.nl. Is dit volgens de expert een geslaagde infographic? Hans zegt. Op de horizontale lijn, de X-as, zie je de serie afleveringen vanaf de start in 2020. Die vertaling is niet helemaal één op één gegaan. In 2020 zijn er zo te zien twee afleveringen tussenuit gevallen, waardoor de X-as niet meer in de pas loopt met hoe de tijd is verlopen. Het meest opvallend vind ik de twee afleveringen helemaal rechts op de X-as. Die speciale afleveringen staan nu aan het eind van 2021. De afspraak die met de lezers van de infographic is gemaakt, als we op de x-as naar rechts gaan, gaan we verder in de tijd, verbreek je hier ineens. Dit zou ik anders hebben gedaan. Samen om de tafel. Philippe de Blois ontwerpt infographics bij het Planbureau voor de Leefomgeving, PBL. In de direct-duidelijk toer vertelt hij aan de hand van een voorbeeld hoe hij het maken van een infographic aanpakt. Filip vertelt: Eerst gaan wij om de tafel zitten met de deskundige, de wetenschapper. Hoe groter het project, hoe meer mensen we erbij betrekken. Soms is er ook iemand nodig uit de doelgroep of iemand die de doelgroep goed kent, zodat we samen kunnen kijken naar wat echt een goede boodschap is. Met die mensen aan tafel gaan we schetsen, vertelt Filip. Wat de schrijver van de tekst zegt, laten we met een schets meteen in ruwe vorm zien. Daarop durft iedereen nog te schieten. De schets in het voorbeeld is wat eenvoudiger dan bij een grote infographic, maar de basisprincipes zijn hetzelfde. De auteur levert in blokken woorden aan, we gaan schetsen en we praten erover. Het resultaat is in dit voorbeeld een poppetje met gedachtewolkjes. Philip zegt: Het effect is totaal anders dan wanneer het alleen woorden in blokken waren gebleven. Het mooie van samen zitten is dat iemand gemakkelijk kan zeggen: Is het niet gewoon een poppetje? Dat teken ik dan en de auteur kan er zelf nog een wolkje bij tekenen. Deze fase van schetsen en er samen over praten is heel toegankelijk en belangrijk in het proces. Geen plaatje bij een praatje. Iconen, illustraties, tekeningen, foto's of infographics, er zijn veel type beelden waaruit je kunt kiezen om je boodschap duidelijk te maken. Het eerder genoemde beeldkompas kan je helpen om de juiste keuze te maken. Je kunt er ook voor kiezen om meerdere type beelden te maken en die bij het doelgroep testen. Een beeld plaatsen is nooit verplicht. Maar welk beeld je ook kiest, kies het bewust. Denk altijd goed na over hoe dit beeld jouw boodschap ondersteunt. Welke woorden en gedachten kan het bij de doelgroep oproepen? Voeg je een beeld alleen toe als plaatje bij het praatje, dan kan het de lezer ook afleiden in plaats van dat het je boodschap ondersteunt. Want juist omdat een beeld meer zegt dan duizend woorden, is het belangrijk om vooraf te bedenken welke woorden het gekozen beeld mogelijk bij de lezer oproept. Wil je meer horen? Luister dan ook naar een van de andere afleveringen van Direct Geleerd, Duidelijk Gedaan. Nieuwsgierig naar de Direct Duidelijk Tour? Bezoek dan directduidelijk.gebruikercentraal.nl. Tot de volgende aflevering.